Welkom bij de tijdlijn van de organisatie van Museum Velp. De tijdlijn van Velp is een lijst waarop in chronologische volgorde belangrijke gebeurtenissen van Velp staan. We bekijken de historie van de plek waar Velp ligt tot aan de meest recente geschiedenis van Velp van meer dan een miljoen jaar geleden tot en met 2017. De tijdlijnfilm zal de op chronologische volgorde uitgestalde voorwerpen en verhalen toelichten. Laat u verrassen hoeveel verhalen er achter de voorwerpen kunnen schuilen. Elk verhaal is weer een puzzelstukje van de Velpse historie. Van dit bijzondere dorp tussen IJssel, Stad Arnhem, de A12 en de Veluwe. Velp, 2,5 miljoen jaar geleden, toen Velp nog een rivier was. Tijdens het vroegpleistoceen, ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden, was Nederland deels zee en deels land. De Noordzee, die tijdens de eerste tusseneistijden nog een groot deel van ons land bedekte, tot ongeveer de lijn Breda-Arnhem-Deventer, trok zich steeds verder terug richting de huidige kust van Nederland. Uit deze tijd, ongeveer 2 miljoen jaar geleden, stammen de schelpen in de determinatiebakken van het Gelders Geologisch Museum. De schelpdieren leefden toen in de rivier die vanuit Scandinavië naar ons land stroomde. Ons land was toen de delta van deze rivier, dus echt nog voor de Oude Jan. De schelpenresten werden ontdekt tijdens boringen aan de Ommershofse Laan. Hier werden warmtebronnen aangelegd met een boordiepte tussen de 150 en 165 meter diepte. Velp, 200.000 tot 130.000 jaar geleden. In één keer duikte weer een grote steen op uit de Velpse ondergrond. Vanaf het midden Waxelien kreeg de Rijn echter een steeds belangrijker wordende taak naar het westen door de Gelderse Poort en de huidige Betuwe, waardoor het IJsseldal niet meer beïnvloed werd door de Rijn. De door het sneeuw-smeltwater meegevoerde sedimenten werden niet langer verwerkt door de Rijn, maar werden afgezet in de vorm van puinwaaiers onderaan de helling van de stuwwal. Deze afzettingen komen we van klein tot groot tegen in de Velpse ondergrond. Velpse stenen komen dus van ver. Velp, 10.000 jaar geleden. In Velp kon je het trompetteren van de mammoeten in Latum horen. Zo'n 10.000 jaar geleden veranderde het klimaat. De temperatuur steeg, het ijs begon te smelten. Hierdoor steeg de zeespiegel en het land verdween onder het water. De vegetatie veranderde en het voedsel van de mammoet verdween, met als gevolg dat de dieren in korte tijd uitstierven. De stukken slagtand zijn afkomstig uit de zandwinning bij de Redelaag. Velp, ongeveer 2500 jaar geleden. De oudste maalsteen van Velp brak in stukken. De ijzertijdvondsten aan de Roosendaalse Laan dateren van omstreeks 700 voor Christus, ruim 2500 jaar geleden. Er werden tefrietstukken van maalstenen gevonden. Tefriet is een uitvloeingsgesteente. Tefrieten komen onder meer voor in de Duitse Eifel. De steenstoort basaltlava wordt hier dus niet in de natuur gevonden en kwam dus via handelswegen in Velp terecht. Tijdens het maken van de foto door de organisatie van Museum Velp brak een groot stuk tefriet. Het schaamrood op de kaken, maar het leed was al geschied. Velp, rond het jaar 0. Rare jongens die Romeinen. In 2008 werd de geschiedenis van Velp herschreven. Naoorlogse gebouwen werden afgebroken en 2 meter onder het maaiveld troffen archeologen vrij onverwacht een nederzetting aan uit de Romeinse tijd. De nederzetting kan worden gedateerd rond de 1e of 2e eeuw na Christus. De archeologische resten leveren een belangrijke bijdrage aan de kennis over de ontstaansgeschiedenis van Velp. Van 1924 tot 2017 stonden er arbeiderswoningen aan de Beltjeshofstraat. Dit is aan de overkant van de straat van Elsweide. De verwachting was dat na de sloop van de woningen de nederzetting uit de Romeinse tijd door zou lopen. En ja, dat bleek het geval. Velp, 1200 jaar geleden.
van Houtenkerk tot Oude Jan. De oudste vermeldingen van de naam Velp dateren van de 9e eeuw, zoals Velpe, Velpo of Valpe. Deze tijd zou in verband gebracht kunnen worden met een mogelijke voorganger van de Oude Jan. Vaak werden de zogenaamde heidense offerplaatsen juist gebruikt om de eerste christelijke kerken op te plaatsen. Dit was natuurlijk om het heidense geloof uit te bannen. Rond de 8e en 9e eeuw vond de overgang naar het christelijke geloof plaats. Deze eerste kerken waren vaak van hout met een stenen altaar. Het is goed mogelijk dat de voorganger van de Oude Jan een houten voorganger is geweest. In de periode 1948 tot 1950 trof men tijdens een opgraving resten uit de periode 450 na Christus tot en met 1500 na Christus aan. In 1986 werd de voormalige Bazo-fabriek gesloopt, waar later huizen zijn gebouwd. Op dit terrein werden de losse scherfresten aangetroffen uit de periode 1050 tot 1200. Vergelijkbare stukken zijn gevonden in Park Daalhuizen. Velp, 1551, 516 jaar geleden. Biljoen, Mooi Am en de Oldtimers. Kasteel Biljoen ligt tussen Veluwe en IJssel nabij het Gelderse Velp in de gemeente Rheden. Dit cultuurhistorische edele huis werd in 1530 door Karel van Gelre, hertog van Gelre en graaf van Zutphen deels met bouwmaterialen van het nabijgelegen kasteel Overhagen gebouwd. In de 20e eeuw ontstaat de sage van Mooi Am door Jozef Cohen in 1918. Sommigen zeggen dat Mooi Am de dochter was van de heer van Velp en deze vertellen dat het lange jaren geleden is geschied. Maar dit is niet waar. Zij behoorde tot de bosbesplukters. En de heer Babiljoen zag haar voor het eerst toen ze aan het werk was. Het zonlicht speelde in het bos, de vogels zongen. Haar jonge figuur had zich over de struiken gebogen en haar fijne handen plukte. Zo moogt gij hen zien, een eenvoudig meisje uit het volk en de trotse, slechte heer die lachte. Wanneer gij mij wilt volgen, zult gij zonder zorgen zijn. Woest sloot hij haar in zijn armen. Van dit ogenblik was zij hem onderdanig. Het was avond en de vijver van het slot Biljoen was roerloos. Toen klonk er een schrei. De volgende ochtend vond men het lijk van Mooi Am tussen de biezen. Zeker had zij zichzelf gedood. Wie durfde den jonker bij Biljoen te verdenken? Om zich te wreken verscheen Mooi Am regelmatig aan jonge mannen. En, kom, fluisterde ze, ik heb je lief. Thans weder werd ze een nevel sluierend over het water. Langzaam boog hij zich voorover. Hij liet zich in de vijver vallen. Toen klonk er een schaterende lach. Het was Mooi Am, die zich had gewroken. Het was het eerste slachtoffer dat ze had gemaakt. Er zouden er meerdere volgen. Sinds 2003 staan 150 klassieke voertuigen elk jaar tijdens Koningsdag fraai opgesteld langs de Van Spaanallee. Velp. 1650, 367 jaar geleden. Ansichtkaart Kasteel Overbeek rond 1907. De kaart ging vanuit Velp naar de Sint-Andriestraat in Amersfoort. De afzender schreef het volgende. Lieve vrouwen en Willem, wij waren 2,5 uur op onze villa die ik u stuur. Deze wordt afgebroken. Interessant is dat hier beschreven wordt dat Kasteel Overbeek net afgebroken is. Het landgoed Overbeek was van oorsprong gelegen aan de Hoofdstraat in Velp en werd begrensd door de Parkstraat, de Tramstraat en het buurtschap Jeruzalem. Oorspronkelijk was het een hof, behorend tot de hoofdhof Broekerhaven. De hof bestond uit een hofstede, enkele schuren en twee papiermolens, gelegen in het buurtschap Jeruzalem. Op een ongedateerde kaart van plusminus 1650 wordt het Scholtenhuis hier aangegeven. Na twee branden wordt Huis Overbeek gebouwd door Jacob Willem van Eck en Margaretha Vijg. De bekende Antoine Viervant, stadstimmerman en architect Arnhem, kreeg de opdracht om een landhuis te bouwen. Tot de sloop in 1907 zou deze situatie bijna ongewijzigd blijven. Velp, 1793, 224 jaar geleden. De Franse troepen schoten met scherp in Velp. Na de slag bij Leipzig op 18 oktober 1813 rukte het Pruisische legerkorps onder Von Bülow via Hannover op naar Nederland om de Fransen te verdrijven. In november 1813 werden 700 à 800 Fransen in Velp ingekwartierd, die alles wat eetbaar was in beslag namen. Op de Zijpenberg hadden ze een uitkijkpost. Kort gezegd kwam het erop neer dat de Fransen in november van 1813 rond Arnhem in het nauw gedreven werden door de Pruisen, onder leiding van onder andere generaal Von Bülow.
De Fransen kwamen uit de richting Doesburg en het was de bedoeling voor Velp de bossen in te duiken en te hergroeperen bij een hoog uitkijkpunt op de Ossenberg en de Zijpenberg. Inmiddels hadden de Pruisen deze post al ingenomen en hadden ze zich in opwachting van de Fransen verschanst in de bossen van Beekhuizen en richting Reden. De Fransen liepen in een hinderlaag en werden over het algemeen niet gevangen genomen, maar afgeslacht door de Pruisen. De beek schijnt rood van kleur geweest te zijn. Meester Gerard van Hasselt van Daalhuizen was in 1815 de initiatiefnemer tot het oprichten van het Gelders monument ter ere van de kroonprinsen van Oranje en zijn medehelden. Dit unieke monumentje staat nu nog in Park Daalhuizen. In ditzelfde park zijn ook wat musketkogels gevonden. Dit zijn nog de stenen kogels uit de zogenaamde musketgeweren. En moet dus met scherp geschoten zijn. Velp, 1836, 183 jaar geleden. Villa Pavillon van de baron en de jonkvrouwen. Op de gevelsteen die nu in de muur binnen in de hal van het Arnica-huis zit, staat vermeld E. Baron van der Duin, den 1 april 1847. De voormalige grote witgepleisterde villa had van origine hoge smalle ramen. De villa was met een oprijlaan vanaf de straatweg te bereiken. Het voorste gedeelte van de villa was rond uitgebouwd met halverwege een balkon. De ramen op de eerste verdieping hadden luiken. Het huis kreeg de naam Pavillon, maar werd door de inwoners van Velp bekend als Paviljoen. Hoe jammer ook dat dit historische pand gesloopt is. De organisatie van Museum Velp heeft de gelegenheid gehad om het pand van begin van de sloop tot het uitgraven van de oude fundering te bekijken. Hierbij is alles op film en met foto's vastgelegd. Velp, 1865, 162 jaar geleden, met de trein door Velp. Het spoornet rond Arnhem groeide snel. In 1865 werd de verlenging naar Emmerik via Zevenaar geopend en weer 9 jaar later vond de opening plaats van de spoorweg naar Zutphen. In 1865 kon men vanuit Velp de trein nemen naar Arnhem en Zutphen, de zogenaamde IJssellijn. Tussen Arnhem en Zutphen werd toen op 1 februari in gebruik genomen. Hieraan was sinds 1862 gebouwd. Het oorspronkelijke station is gebouwd in een zogenaamde chaletstijl, die vooral in de tweede helft van de 19e eeuw erg in de mode was. In 1982 werd het station vervangen door een strak en sober vormgegeven langwerpig stationsgebouw, ontworpen door ingenieur C. Dauma. Stationsgebouwen van hetzelfde type werden in Duiven en Elst gebouwd. Kenmerkend element is de luifel boven het perron. Over het Velpse Seinhuis aan de Gasterslaan en Hofkeslaan is vrijwel niets bekend. Toen mechanische beveiliging was vervangen, was ook het seinhuis overbodig en is helaas gesloopt. Bij graafwerkzaamheden op het terrein van hoveniersbedrijf Capona werden enkele van deze kabels nog aangetroffen. Velp, 1890, 127 jaar geleden. Er werd gebouwd aan Velp. In de periode 1825-1835 verdubbelde de bevolking van Velp van 700 naar 1500 inwoners. Sinds het midden van de 19e eeuw is Velp nog meer gegroeid omdat rijkere bewoners uit met name Arnhem en bijvoorbeeld ook Den Haag zich hier in Velp vestigden. Hierbij speelde ook een rol dat in 1865 de spoorlijn van Arnhem naar Zutphen was geopend met een eigen station in Velp zodat het dorp goed bereikbaar werd. Daarnaast kwam er in 1887 een stoomtrein van Velp naar Dieren en in 1880 een paardentram. Al deze bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd door grote en kleinere aannemers in en rondom Velp. Er zullen op sommige momenten veel bouwgeluiden te horen zijn geweest. Een van die timmerleden was timmerman Welhuizen. Museum Velp kocht de Velpse timmermanskist aan via een timmerbedrijf, Hendricks uit Reden. De kist stond jarenlang in de kelder van een pand, Hoek Parkstraat Prins Hendriklaan. Hier heeft woninginrichting Welhuizen ingezeten. Velp, 1915, 102 jaar geleden. Het eerste vliegtuig boven Velp. Ze keken naar boven en zagen een vliegtuig boven Velp. Dit staat op de achterkant van een ansichtkaart van de Roosendaalse Laan uit 1915. Het is toch wel een beetje bijzonder in 1915. Nederland stond rond deze tijd niet echt bekend als vooruitstrevend land met betrekking tot de luchtvaart. De organisatie van Museum Velp kocht de ansichtkaart op Marktplaats en kocht niet alleen een kaart, maar ook een verhaal. Het is prachtig weer. We zijn vanmorgen van Arnhem naar Roosendaal gefietst. Prachtig. Gisteravond zijn we naar Carré geweest. Vanmiddag zijn we van plan een tochtje te maken op de Rijn. Wat zijn de fietspaden hier prachtig. Allemaal met asfalt. Nog mooier dan de grote draaiburg Anna.
Hier is vanochtend een vliegmachine overgevlogen. We hebben hem gezien, aan deze laan op de Anzicht. Groeten AJ en gericht aan de heer S.K. de Boer, Ureterp, Friesland. Er waren in Nederland in die tijd weinig vliegtuigen, dus was het wel heel toevallig dat er een toestel boven Velp vloog. Velp, 1918, 99 jaar geleden. Gevangen Duitse officier had mooi weer en Velp. Sende herzliche Grüße, geht mir gut und bin Gott sei Dank gesund. Bijzonder en bijna niet te geloven is het verhaal van een Duitse krijgsgevangene, Hans, die gevangen zat in de Reinoldstraat. De heer P. Mysterius ontdekte een kaart uit Velp op het internet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er blijkbaar Duitse officieren en onderofficieren geïnterneerd in Velp. Waar zich pension Brand bevond, is nog niet duidelijk. Het kan dus heel goed zijn dat soldaat Hans een gewetensbezwaarder is geweest, maar toch gewoon gevangen gezet is. Velp, 1924, 93 jaar geleden. Emaille van de arbeiders. In 1924 gaf woningbouwvereniging Ons Belang de opdracht tot de bouw van 34 woonhuizen op de grindakkers. Dit zullen niet alleen de woningen van de Belgisch Hofstraat zijn geweest, maar ook van omliggende straten. Er zijn geen originele bouwtekeningen bij het Gelderse Archief bekend. In 1923 is al sprake van het complex Belgisch Hof. Hierdoor kan de aanvraag van de voetballer Velpse Boys niet gehonoreerd worden om hier een voetbalterrein te verkrijgen op gemeentegrond. In november van 1924 is sprake van verkoop van grond van de gemeente aan woningbouwvereniging Ons Belang. In juni van 1924 gaat de gemeenteraad al over tot het geven van namen aan straten in het Belgisch Hofgebied. Na de sloopwerkzaamheden begon het graafwerk voor de fundering van de nieuwe woningen. Naast de 2 meter dieper gelegen Romeinse nederzetting trof men in de eerste meter veel emaille spullen aan uit het arbeiderstijdperk. Waren de spullen kapot of niet meer nodig, dan groef men een kuil in de tuin en werden de spullen hierin gegooid, om 90 jaar later weer opgegraven te worden. Velp, 1925, 90 jaar geleden. Van bezorgsleden tot wiegje. Als een Velpse kruidenier in de winter niet meer zijn bezorgingen kon doen met de fiets, werd er bezorgsleden ingezet. De organisatie van Museum Velp ging nog een keer met de 100 jaar oude bezorgsleden van voormalig kruidenierszaak en koffie-pindabranderij Weilhuizen uit Emmerstraat met sneeuw de weg op. Het gleed wat stroef. De bezorgsleden van rond 1900 bevindt zich nu in de collectie van Museum Velp. In de jaren 80 van de vorige eeuw is de slede, destijds niet meer in gebruik als bezorgsleden natuurlijk, gebruikt als wiegje waar 2 kinderen in hebben gelegen. De afgelopen 30 jaar stond de slede op zolder. De groene kleur is waarschijnlijk niet origineel en moet eigenlijk grijs zijn. Met vlakke ingereden sneeuw glijdt de slee prima. Rulle dunne sneeuw is lastig om vooruit te komen. Velp, 1930, 87 jaar geleden. Een Velpse bierfles van? Een stukje Velpse ondernemershistorie is hier helaas verdwenen. Taxi de Koning Velp. Dit was reden om eens op zoek te gaan naar wat overblijfselen uit die tijd, die nu het daglicht weer konden zien. De oppervlaktefondsen zijn te dateren vroeg 19e eeuw tot 1900. Maar er was ook een fles, een bierfles, met het opschrift Arnhemse Stoombierbrouwerij. Grappig is dat Museum Velp de flesjes eerst voor modern zwerfglas hield, maar ze toch maar voor de zekerheid meegenomen heeft. Op een gegeven moment stond in de Gelderlander een artikel over de Arnhemse Stoombierbrouwerij, de Kroon. De heer E. de Jonge deed onderzoek naar de geschiedenis van dit stukje Arnhemse erfgoed. Hij bracht hier ook een boekje over uit. Na contact opgenomen te hebben, bleek dat hij niet over een origineel flesje, dan wel een afbeelding over de brouwerij beschikte. De leeftijd van het flesje zal in ieder geval 100 jaar oud zijn. Waarschijnlijk is dit flesje het enige overgebleven Arnhemse flesje. Velp, 1944, 71 jaar geleden. De laatste tram van Velp. Op 1 mei 1880 werd de dienst van de paardentram tussen Velp en Arnhem geopend. De paardentram tussen Arnhem en Velp deed dienst van 1879 tot 1912. De onderneming was in handen van de Arnhemse tramwegmaatschappij. Er was zelfs een remise aan de tramstraat in Velp. Toen kwam de elektrische tram. In 1912 werd het remisegebouw aan de tramstraat gekocht door de gemeente en in 1932 afgebroken. Het tramstation lag aan de Zutphense straatweg, op de plaats van het huidige Esso benzinestation. Toen de elektrische tram ging rijden, bleek het tramstation eigenlijk niet meer nodig. Verdwenen de rails en perron en werd het verbouwd tot restaurant en later garage en benzinestation. In Arnhem werd tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 de complete tramremise vernield.
Het vooroorlogse plan om het tramnet door trolleys te vervangen kwam in een stroomversnelling. Op 5 september 1949 werd de eerste trolleylijn geopend. Velp, 1945, 72 jaar geleden. Barret voor een Velps jongetje. Tussen april en mei van 1945 kreeg een 9-jarig jongetje deze barret als afscheidscadeau van waarschijnlijk een Canadese militair. Deze verbleven na de bevrijding met een groep op de zolder van het woonhuis aan Wilbaan 3 in Velp. Het gezin had in hetzelfde huis op het eind van de oorlog te maken gehad met inkwartiering van Duitse soldaten. De Polarbeers werden bijgestaan door tanks van het Canadese Ontario Regiment. Het is helaas niet bekend of de beret van een van de soldaten is geweest. Velp, 1958, 59 jaar geleden. De Gazelle Sport Special is een echte Velpse familiefiets. De fiets dateert van ongeveer 1958 en heeft zeker 50 jaar binnen één familie in Velp gereden. Mevrouw de Ruiter, de laatste eigenaresse, vertelde dat een juiste omgang met fietsen belangrijk was. Zo leerde vader de kinderen banden plakken door deze expres lek te prikken en ze dan te laten plakken. Als de fiets niet gebruikt werd, werd deze opgehangen en werden de banden verpakt in een soort nylon kousen met vet. De fiets werd altijd netjes ingevet en als er geen goed vet te krijgen was, werden de onderdelen ingesmeerd met boter. Tip van vader tijdens sneeuw was om de banden iets leeg te laten lopen, om ze niet gelijk uit te glijden en ook het zadel iets te verlagen om sneller met je benen aan de grond te staan. Velp, 1969, 48 jaar geleden. Het laatste kippentransport van Velp naar Milaan. De kippen werden gekocht op pluimveemarkten van handelaren en boeren. Deze werden met vrachtauto's naar Velp gebracht en tijdelijk in opslaghokken op het terrein van de firma Koens aan de Overhaagseweg ondergebracht. In 1969 vond het laatste transport plaats. De heer E.R. Filippi werd door zijn vader gevraagd of hij het laatste wagon naar zijn broer wilde begeleiden. Voor onderweg kreeg hij van zijn vader instructies mee. Hij had pech dat hij de enige wagon met levende haven had. Een reis die in zijn belevenis wel heel erg lang geduurd heeft. Velp, 1978, 39 jaar geleden. Velpse atoomschuilkelder. Een verhaal dat weer door een toeval tot stand kwam. De organisatie van Museum Velp had 30 jaar geleden al vernomen dat er in de buurt van de Beekhuizenweg een atoomschuilkelder zou zijn. Er was nergens iets officieels bekend waar dit precies zou zijn. Een buurtonderzoek was de enige mogelijkheid om dit te weten te komen. Bij de twee huizen waar de kelder wellicht zou zijn, gaf men aan dit niet te weten. Hierdoor zou het verhaal onopgelost zijn. Er zou geen Velpse atoomschuilkelder zijn. Toch is de kelder uiteindelijk gevonden. De ruimte meet ongeveer 2 bij 2 meter. In de wand zit een kleiner ijzeren luik. Dit was het vluchtluik. Of hier een gang of een trap achter zat is niet bekend. Waarschijnlijk zit in de onderstaande luchtpomp een koolfilter om de giftige buitenlucht te zuiveren. De beide ijzeren deuren bevatten een rubberen strip aan de binnenzijde. Deze zouden eventueel schadelijke gassen buiten moeten houden. We kunnen er maar beter niet aan denken hoe het zou zijn geweest als de ruimte echt gebruikt had moeten worden bij een eventuele nucleaire aanval. Velp, 1985, 32 jaar geleden. De laatste keer buiten zwemmen in Velp. Het zwemmen in Velp begon gewoon in de IJssel. Dit gebeurde in een afgezet gedeelte van de IJssel. Een oud Velpenaar vertelde over dit zwemmen in de IJssel. Net na 1945. Dat de stoere jongens probeerden bij de stroomopwaarts voorbijvarende vrachtschepen aan te klampen en zo een tijdje bleven hangen. Vervolgens lieten ze zich los en werden door de stroom weer teruggevoerd. Andere tijden. In de jaren 50 kwam een gebied binnen het landgoed Beekhuizen in ontwikkeling tot sport- en recreatiegebied. Na sportvelden kwam er ook een zwembad, het openluchtzwembad Beekhuizen. Helaas kwamen er in de jaren 80 van de vorige eeuw exploitatietekorten. Hierop heeft de gemeente onder veel protest van de Velpse zwemmers besloten het zwembad te sluiten. Velp, 1990, 27 jaar geleden. Van Overtuin tot Hart van Velp. De straat Overtuin ontleent zijn naam aan het hotel Naaf, bouwjaar 1922. Dat aan de overkant van de Hoofdstraat was gevestigd op de plaats waar nu de Naafflat staat. Dit hotel had een echte overtuin, een tuin aan de overzijde van de weg, waar de geachte cliëntele een kopje thee kon drinken en natuurlijk ook wel wat anders. De straat Overtuin is van een hele andere creatie, die nu het hart van Velp vormt. Velp, 2011, 6 jaar geleden, op wandelschoenen langs de A12, het Hazenpad. Rijksweg 12 werd als kriegswichtig bestempeld en werd daarom behoorlijk aan doorgewerkt.
Er werd zelfs een speciaal nieuw dienstonderdeel voor opgericht, de directie Nieuwe Wegen 3. In de praktijk werden de werken opzettelijk getraineerd. En ook de beroerde aanvoer van cement speelde danig parten. Op last van de Duitsers moest er echter gewoon verder worden gewerkt aan de weg. De enorme inzet van de Duitsers op deze verbinding maakte dat steeds meer Nederlanders gingen spreken over de aanleg van het Hazenpad. De verbinding waarvan ze hoopten dat de Duitsers er ooit over zouden vertrekken terug naar de heimat. In 2011 werden de werkzaamheden gestart voor de verbreding van de A12 ter hoogte van Arnhem en Velp. In de eerste dagen van december zijn er vanaf knooppunt Waterberg tot aan Velperbroeg 300 personen in de weer voor de A12. Het aantal vierkante meters geluidsscherm bedraagt ongeveer 27.000 vierkante kilometer. Het plan was de 5 kilometer lange strook langs de snelweg aan de Velpse kant te bewandelen vanaf de Schelmseweg tot aan het circuit. Het zou een 5 kilometer lange tocht worden waarbij modder, gras, weerbarstige struiken, asfalt, spoorrails, hekjes en smalle richels als hindernissen genomen moesten worden. Velp 2017, heden. Hoofdverkeersader wordt een rondje. De grote kruising Daalhuizenweg, Hoofdstraat, Arnhemse Straatweg en Ventweg en Noordlaan wordt aangepast naar een rotonde. Deze kruising is min of meer een van de belangrijkste toegangspoorten tot Velp. Men kiest hier vaak of naar het zuidelijke gedeelte van Velp te gaan, inkopen op de Hoofdstraat te doen, door Velp heen te rijden richting Reden of naar het noordelijke gedeelte van Velp of Roosendaal te gaan.